Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag en ik ga richting een kantoor, want ik ga een video voor iemand opnemen, maar volgens mij mag ik niet zeggen voor wie. Omdat ik weet dat het een verrassing is, maar ik weet niet hoe erg het een verrassing is. Maar ik ben iemand, ik ben al enthousiast en dan zeg ik alles van dingen die ik eigenlijk niet hoor of mag zeggen. Ik kreeg trouwens vorige keer een vraag over dat jasje. Die is wel van 2 jaar terug van Levi's. Dat ik zo aan naar Lowlands. Lowlands. Helaas. En verder heb ik vandaag studiedag. Dus dat is ook heel leuk. Lekker aan het koken. Ik moet vanmiddag dus leren eieren gaan pocheren. Dus ik ben benieuwd of me dat gaat lukken. Maar ja, ik bedoel, Kel werkt vandaag thuis. Morgen is de eerste opname voor zijn talkshow. Dus dat is heel spannend. Hij is thuis. Ik ga leren eieren pocheren. Nou, als dat lukt, heeft hij ook nog eens een lekkere lunch. En morgen ga ik dus mee. En ik ga even aan Kel vragen. Ik denk dat het wel mag. Of ik mag filmen achter de schermen bij de show. Ik heb je zonnebril op. Mijn eigen zonnebril. Dit was mijn eerste collab, echte collab ooit met Captain and Son. Vet leuk, mijn eigen zonnebril. Ik ben thuis, zoals je ziet heb ik ook een beetje een snelle switch gehad. Het draadje van Naked Hoek. Ook van Naked toevallig. Ik heb gisteren de zoete aardappel paprika soep gemaakt. Gewoon kant-en-klaar van de Albert Heijn. Die zet ik even in beeld. Dat is echt een aanrader. Dat is namelijk deze. Die ga ik nu opwarmen. Verder zit turfbrood in de oven. En dan ga ik wel doen met pesto met oude kaas. Brie met walnoot en honing. Aioli met ham. En steak tartaar. Oeh, lekker. Ik bedoel, afgelopen dagen hard gewerkt. En Kel is nog steeds hard aan het werk. Het hele weekend ook weer, dus ik moet hem soms even wennen met lekker eten. En ja, dan kan ik het net zo goed zelf natuurlijk ook eten. Dus we hebben hier pesto met oude kaas, parmesan met aioli, brie honing walnoten en steek het daar met truffel mayo. Nou, na de lunch heb ik Kel. Ja, en dan bedoel je de aankondiging kunnen van mij naar hun. Want hij is natuurlijk de hele tijd aan het werk. Hij is ook aan het bellen, maar zijn we toch nog een beetje samen. Het is zo mooi weer vandaag dat het zon is als hij de hele dag achter zijn laptopje zit. Dus hij is nu belletjes aan het doen. En ik ben gewoon weer even een luisterboek aan het luisteren. Ik luister nu best wel een heftige. Ja. Eens. Dat heet eens. Mijn leven in de hel als luisterboek. En het gaat dus over de wallen hier in Amsterdam. Dus dat vind ik natuurlijk wel interessant. Nu is het tijd voor de studie. Ik heb al een paar hoofdstukken theorie gehad. En nu zijn we bij een stukje praktijk aangekomen. Namelijk, ik moet een gepocheerd ei maken. Oké, dit hebben we nodig. Nou, een ei, een scheutje azijn en water. Dat hebben we natuurlijk. Oké, ik heb dit ding. Kijk of het werkt. Oh ja, het werkt. Misschien kan ik dit in het water doen. Ik weet niet of dit een slim idee is. Poging 2. Ik laat hem nu iets meer zijn ding doen. Het draait nog. Is het water heet genoeg? Check Nina, check. Oké. Ik zie nu helemaal niets meer van mijn eitje. We zijn nu 1,5 minuut verder. Hij ligt hieronder ergens. Moet de camera iets verder weghalen, anders gaat hij weer slaan. Maar volgens mij is dit, oh god, een gepocheerd eitje. Zo. Daar is de makker. Daar is hij. En dan doen we hem open. En dan kapam. Misschien moet je nog een minuutje langer. Oh, ja hoor. Oh ja hoor jongens, het is me gelukt. Het is me gewoon gelukt. Kijk eens, soms schil is ook gewoon hard. Oh. Dan is het nu weer tijd voor de studie. En het gaat over blancheren en dus pocheren.
Nee, maar is altijd minder leuk. Nou, de studie is klaar. We gaan vanavond een stoompot eten en ik heb het via de overheen. Een receptensite. Het is broccoli stampot met gerookte zalm. Alleen ik heb normale zalm gekocht, want vind ik toch iets lekkerder erbij. Dan dus heb je een stampot van broccoli. Met daarbij wat veldsla, feta en amandelschaafsel. Je kan het gewoon vinden op de website. Deze meneer is alvast aan het werk gezet. Ik weet niet wat ik doe. Ja, je doet het goed, dit moet dus blijkbaar. Maar je kan het gewoon bam bam bam, ja. Dit shit is glibberig. Hoe goed het eruit ziet. Oh, lekker, lekker, lekker. Oh. Heel graag, hij is afgeleid. Voetbal. Voetbal. Maar ik wil toch even je... Het is 9,5 voor de presentation. Oké. Okay. Hij is voetbal. Maar bij over is het eigenlijk laten lopen. Dat is degene, ik dacht dat het Martinez was. Ja, mooi joh. Is die het zomaar niet lopen. Heel mooi joh. Is het juist Martinez die haar redding brengt op de toelijn. Lekker. Ja? Een hele goede morgen. Vandaag is het vrijdag en het is een best spannende dag. Oeps. Want vandaag zijn de opnames voor Kelsey TV Show. Ik ga ook kijken vanmiddag. Om 3 uur moet ik daar zijn. Het is zonder publiek, maar ik ben daar natuurlijk voor mental support. En gisteren is een pakket van Lovis binnengekomen. Dus ga ik gelijk een leuk outfitje uitzoeken. Misschien wel een leuk weetje. Ik zag het dus laatst. En dit is een post van 14 november 2016. Dus dat is 4,5 jaar geleden. Toen werkte ik al samen met Lovis. Kijk dan, the girl. Echt zo grappig om te zien. Nou, ik ga allemaal leuke items met jullie delen. En natuurlijk heb ik daar dus ook een kortingscode voor. En dat is code NINA20 voor 20% korting. Geldt tot 5 maart. En is ook geldig op de sale. Dus dat is altijd helemaal fijn. Ik ga even snel de items laten zien. En daarna trek ik het natuurlijk voor jullie aan. Ik heb 2 jurkjes. Daar begin ik mee. Het eerste jurkje is een jurkje. Daar heb ik nog niks van. Ik had gecheckt, het is 100% katoen, maar het lijkt een beetje denimachtig. Superleuk kraagje. Is het A-lijn? Ik weet niet of het A-lijn is. Maar je kan natuurlijk ook een riempje omdoen en dan is dat altijd mooi voor je taaien. Ik hou echt van de jurkjes van Lovis. Ik heb echt zoveel. Het staat nergens op, maar ik hou ook echt van hun zomerjurkjes. Dit is namelijk zo'n typisch zomerjurkje. Hier zit elastiek in. Je kan natuurlijk ook nog een riem omdoen om hem nog meer getailleerd te krijgen. Superleuke ruffeltjes. En je kan hem ook nog helemaal tot boven aansluiten. Ik krijg trouwens van de jurkjes altijd maat S. Dan heb ik 1 broek dit keer. En dat is deze witte high-waist jeans. Ik draag deze in maat 27. En ik ben 1,70 lang. Dat vragen veel mensen altijd. En wat leuk is aan deze witte broek, is dat hij aan de onderkant een split heeft. En daarop heb ik 4 boventopjes. Vrij verschillende. Ik denk, ik ga jullie even van alles laten zien. Ten eerste een truitje. En dit is een crop trui. Ook in maat S. Kijk eens, ik dacht, het is vet leuk op die witte. Het enige is, ik heb best wel een voorgevel. Dus misschien had ik hem in M moeten bestellen. Want ik weet niet hoeveel blote buik die nu gaat geven. Dan een t-shirtje. Echt een heel fijn stofje. Roze. Leuk. Kolletje heeft hij ook, een soort van. Oep, maakt hem net speciaal. Ik vind deze kleur mega leuk voor de zomer. Staat Paris op. Dan heb ik een roze topje met rode stippen. En ze hebben hem ook in het wit met zwart. Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon even voor de kleur gaan deze zomer. En ik heb wel meerdere topjes in dit modelletje van Lovis. Die vind ik heel fijn. Het doet altijd iets goeds voor mijn décolleté en voor mijn taille. Want hier zit ook elastiek. En dan heb ik nog een blouseje. Die is ook van een nieuwste collectie. En die heeft dus ook zo'n kraagje. En als laatste heb ik nog
een denim jasje. Die is heel vet. Kijk eens, deze. Hij heeft echt een stoere fit. En die heeft dus van die... Oh, katje man. Die heeft dus van die... Ik weet niet hoe je het noemt. Maar het is in ieder geval een cool jasje. Ik ga alles even aantrekken. Leuk, dus ik weet nog steeds niet wat ik aan doe. Dus ik loop nog in mijn badjas. Wel weet ik dat ik even ga lunchen. Het is nu 12 uur. En ik loop nog in mijn badjas. En ik ga even lunch maken. En daarna heb ik nog even naar de supermarkt lopen. Want ik ben dus gisteren vergeten nog de pizza's voor vanavond te halen. Stonden op mijn lijstje. Toch vergeten. Ik ga een lunchensalade maken. Nog even wat vitamintjes voor het weekend. Ik google gewoon op bijvoorbeeld een gezond lunchrecept of whatever. Dus dit heb je nodig. Ik zet even alles klaar. Van spinazie, puntpaprika, linzen, mosterd, dille en lekker zalmvleekjes. Nou, ik ben helemaal benieuwd. Wel, ik ben voor het truitje gegaan met de broek. Ik ben nog niet echt zeker. Ik had ook nog hakjes eronder, maar die zijn allemaal goor of het net niet. Dus we doen het gewoon zo. Prima. En ik moet dus nog eigenlijk pizza's halen. Dus ik dacht, oh, dan ga ik eerst naar de supermarkt en dan rijd ik daar in één keer door. Maar ja, ik kan natuurlijk niet diepvriespizza's in de auto laten. En ik heb ook geen zin om heen en weer te rijden. Dus ik ben van mening dat we gewoon pizza's gaan bestellen. Of zoiets. Ik dacht, misschien is het wel leuk als ik even een bos bloemen haal of zo. Toch? Ik denk dat is wel leuk, toch? Als ik gewoon even een bos bloemen haal. Dat ik daar zo aankom. Of is dat een beetje... Of niet? Shit, ik weet het niet. Bloemen halen of niet? Of niet? Dan kom ik zo, hey, met zo'n bos bloemen. Misschien zit hij daar helemaal niet op te wachten. Nee, ik ga geen bloemen halen. Ik heb wel, ik dacht voor als we terug zijn is leuk. Heb ik een appeltaartje gekocht en een flesje Prosecco. Dus dat is ook leuk. We hebben namelijk ook nog bloemen in huis. Misschien voor maandag of zo. Of thuis komt ze werken dat ik dan een bos bloemen heb dat het dan op tv komt. Oké, ik ga nog even snel wat kanen. Oeh. Zo slecht voor je dit jongens, maar soms zo lekker. Ik mag even een auto van de buren. Nou, topbakkie. 20 jaar oud is me verteld. Ik hoop dat ik heel aankom. Let's go. Nee, hoef ze. Inmiddels zijn de opnames al klaar. Ik heb eigenlijk niet zoveel gefilmd, maar ja, dan moet je Kels video's ook maar zien. Schat, hoe vond je het gaan? Echt zo on spot? Tering lief. Ja, ging fucking goed. Ik denk dat je vandaag goed kan zijn. Ik denk wel dat je kapot bent. Ja, maar ik ben ook wel een beetje hyped. Dus misschien adrenaline. Uit de adrenaline kan ik niet slapen. Ja, bloemetjes, whisky, ik leuk. Heb niks. Ja, ik moest lachen, dat is een goed teken. Die zijn ze aan het opruimen. En dan gaan ze het vrijdag, volgende week vrijdag weer neerzetten. En nu gaan we naar huis. Ik moet dus nog steeds die pizza halen waar ik al heel lang tegen zit. Ik had geen zin om met die auto naar de supermarkt te gaan. Ik was bang dat het niet meer ging starten. Mensen, even voor de duidelijkheid. Ik ga stap gewoon in de Renault Twingo. Ja, ik ga lekker met de... Ja, ik... het is donker en zo. Het was toch... De rem werkt anders dan onze eigen auto. Hij remt gewoon niet zo goed. De talkshow host gaat gewoon in de Twingo. Ja, in stijl. Ik zal het zo even filmen. Daar gaat de ster. En er is niks tegen deze soort auto's. Maar deze auto is letterlijk 20 jaar oud. Ja, ze... Of mijn omroep... Ja, er ligt dus ook allemaal wc-papier in. En daar ook. Ik had toch commerciële omroep moeten kiezen.
Ja, verkeerde omroepsgeld. Nou, ik zie je thuis. Ik ga de pizza's halen. Oh, kut. Je ouderijkaart. Ouderijkaart, grote. Ik ga me bukken. Godverdomme, waar ligt die nou? Oh, helemaal kut, sorry. Ja, de businesswereld is niet... Wat zeg jij, joh? Doei. I got the pizza's. Zelfs denk ik even alle Aurelie appjes aan het beantwoorden daarachter. Ik zal deze mooie bos bloemen even in een vaas doen. Ja, Kel dacht dat ik niks had, maar ik heb ook iets kleins voor je gekocht. Maar echt iets kleins. Oké, okay, nou, het is toch iets? Ja, pak het eventjes. Ik had een appeltaartje met een klein flesje bubbeltjes gekocht. Oh, lekker. Lekker. Want ik denk, jij moet morgen werken, dus je kan toch niet te veel drinken? Nee. Dus ik dacht, klein flesje bubbeltjes om het te vieren. Ja, die kunnen we lekker opdrinken. En ik dacht, misschien kan je dan ons morgen als ontbijt eten. Om te gaan nu pizza eten. Ja, vanavond nog. Of vanavond als sushi. Oké. Okay. Gaan voor pizza in Prosecco. Nom. Ik vind dus de standaard Dr. Oetker, welke hebben we altijd? Restauranten met die dunne bodem echt Alex pizza die er is. Vind ik echt lekkerder dan pizza bestellen. Prosecco. Oh, gekko. Oh, ik film het helemaal niet. Nou, cheers op dat het succesvol mag zijn. Maar als ze deze vlog zien, weten mensen het eigenlijk al een beetje. Ja. Misschien is het wel fucking gaaf. Misschien lijken we nu echt. Ja, als je het terug ziet en denkt, oh ja. Nou, wat cheers je dan maar op dat het vandaag wel een goede dag is geweest. We hebben vandaag plezier gehad. Uh-huh. Dat is belangrijk. Nee. En nu gaan we nieuwe Mokka Mafia kijken. Het is 9:15 en ik ben zo moe. Ik heb niet eens... ik heb vanochtend even gewerkt, maar dat was het. Maar ik ben gewoon moe van alle indrukken bij jouw show. We liggen zo. Kel is ook moe. Jij wil nog in bad, maar schat, jij gaat in slaap vallen in bad. Nee, joh. Ja. Ik heb zin om in bad te gaan. Vrijdag 9:15 slapen. Who's this? Who's this? Hey, goedemorgen. Ik ben niet alleen. Ik ben met Jul. En we beginnen deze week even met een wandeling. Oh, jij begint hem nu? In Oosterpark. Nee, deze dag. Jij begint hem vandaag. Ja. Oh, de dag. Ik ben even de dag aan het openen. Ik dacht vlog open. Ik heb even een theetje gehaald, koffietje gehaald en even bespreken. We hebben elkaar 2 maanden niet gezien. Maar ik had het gevoel dat we elkaar veel langer niet hadden gezien. Oh, maar okay. Ik weet niet of het positief... samen alleen langer niet hebben gezien. Nee, dat is wel waar, ja. Dat is wel dat bijna 3 maanden geleden. Oh, maar fijn dat je me zo gemist hebt. I did. Maar eigenlijk heb ik vandaag echt niet zo'n spannend leven. Even aan het wandelen. Ik ben wel op de fiets. Ik hoop dat jullie trots zijn. Ik ben niet met de Uber, ben niet met de auto. Ik ben met de fiets wel elektrisch. Fiets. Ja. Oké. En verder ga ik vandaag even de vlog editen. En vanavond komt het tv-show van Kel TV. Dat is ook wel spannend. Dus ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Kou, ik ben weer thuis. Helemaal verwaaid en loop weer naar binnen en dan gaat de zon schijnen. Ik heb, en als je het kan zien, ja, op dit oog is een soort van witte vlek op mijn lens. Dus ik zat echt op de fiets met 1 oog kijkend, want ik zie echt niks door dit andere oog. Dus ik ga eerst snel mijn lenzen schoonmaken en dan ga ik lunch maken. Hey Loor! Loor kijkt echt van, oh, laat me slapen. Hier, jij wil alleen maar slapen. Slapen, slapen, slapen de hele dag. Was ik maar een Loertje. Ja. Poepie. Trouwens, in ander nieuws. Over precies een maand. 1 april. Zet hem vast in je agenda, want er gaat weer iets leuks gebeuren. Iets als je denkt, als je goed denkt, weet je wat het is of kan zijn. Dus zet die vooral in je agenda. Ik ga nu eventjes werken. Maar de laptopopladers zijn weer weg.
De vraag is, heeft meneer Boema weer 2 van iets mee naar kantoor genomen? Zeker niet. Ik had hem gewoon zelf. Doepsie. Ik heb zo'n verschrooide dag vandaag. Ik ben weer constant alles kwijt. Ik heb weer een andere trui aangedaan, want ik heb het ook nog stervenskoud. Nou, dit is de trui van Kuil, die is echt super warm. En ik dacht, ik ga vast even voorbereiding doen met het eten, want Kuil is bij 5 uur live zometeen. En dan wil ik kijken, en daarna moet hij gelijk eten, want daarna moet hij nog sporten. Nou, ik voel me soms als een huisman. Niks mis mee, ik vind dat best wel chill soms. Vanavond ga ik wel één van Kuil zijn lievelingsrecepten maken. Dat is deze pasta. Heel lekker. Ik heb ook nog chorizo over van een andere ding. Oh, mijn string zit er tussen. Ik heb dus nog chorizo over, dus dat doe ik ook. Maar ik ga vast alles snijden. Dus ui, knoflook, paprika's, chorizo. Ja, dat is zo lekker met burrata. YouTube-generatie. Ja, precies. Maar. En als je dat dan combineert met gasten die we allemaal kennen, aflevering 1, bijvoorbeeld Gerard Joling, nou, die kennen we allemaal wel. Als je dat combineert, dan kan er denk ik iets heel moois ontstaan. En ik denk dat dat in ieder geval in aflevering 1 goed gelukt is. Oké, ik heb alles klaar liggen. Wat ik nu ga doen is, ik ga alles op deze snijplank. Oh, mijn groei is zo lekker. Bakken. Voeg ik de saus toe. Deze heb ik nu nodig. Ondertussen kook ik de pasta. Deze worstjes ga ik in een aparte pan bakken. En dan uiteindelijk doe ik de pasta bij de saus. En dat serveer je dan. De worstjes snij ik in stukjes en verdeel ik. En dan top je hem gewoon af met de burrata. En ondertussen staat Are You The One op Netflix. Dus dat kijk ik terug, terwijl ik het al 10.000 keer heb gezien. En dan is dit het eindresultaat. Dus een van jullie lievelingspasta, Kel. Vorige keer vind ik die heel lekker. Ja. Chipolata, chorizo, burrata. The boy is back. Kapot lekker. Schatje, het is bijna zover. Hoe voel je? Ben je zenuwachtig? Of je bent zenuwachtig daarna, denk ik meer. Morgenochtend als je telefoon opent. Denk ik. Als je het nieuws leest. Ben ik wel moe. Jij hebt net gesport. Maar inderdaad, jij weet hoe de aflevering is. Ik ook, maar je weet natuurlijk niet wat mensen gaan zeggen. Dat is spannend. Nou, Kevin Boema, wat vond u ervan? Nou. Ik wist natuurlijk al hoe de uitzending was. Ja. Dus voor mij was het niks nieuws. Maar? Maar de reacties zijn heel goed. Goed? Ze zijn heel goed. Maar het is gewoon een podium waar onze generatie kan viben. En waar ik die mensen zoals QC kan neerzetten op een manier waarop ik denk dat Nederlanders ze moeten leren kennen. Ja, precies. Dat is gewoon het belangrijkste. Dat vind ik gewoon. Oké, nou, dan sluiten we bij deze de video af. Wil je nog wat zeggen? Ja, en het was, gaat allemaal kijken of terugkijken. Want het was echt niet allemaal heel, het klinkt allemaal heel serieus, maar het was fucking grappig. Het was gewoon echt een grappige show. Ja, ik zie nu Nick Puijs hier, dus die ga ik uitknijpen, dus ik ga de camera uitdoen. Doei!